Nou ja, weet je wat het is? Dit pand staat hier al 14 jaar te verkrotten. Dus dat was al, op zich natuurlijk al heel triest. In die tussentijd is het ook alweer een keer verkocht geweest, twee jaar terug, aan een partij uit Rijssen voor 2 miljoen. Het kwam uit een faillissement van 1 miljoen, dus ergens onderweg is al iemand die de zakken gevuld heeft. Mm-hmm. Wat niet erg is, want dat is de handel. Alleen wat je nu ziet is dus dat je dus projectontwikkelaars hebt die een soort carte blanche krijgen dan van een eigenaar. Zie maar wat je eruit trekt. Aan vergunningen. Ja. En dan kunnen we straks bouwen. Dus ze willen hier dit ding nu helemaal plat schuiven. Ja. En dan willen ze hier net zo'n lelijk hotel als wat je daar ziet. Ja. Met één lange pui van 150 tot 56 meter, begreep ik. En daaromheen hier waar je die bosjes ziet, zeg maar, die rozenbotten struiken, daar komen dan allemaal hele luxe villa's. En, maar dit gebied is eigenlijk een recreatiegebied, maar ook voor kids. Klopt. En voor jonge kids. En daarachter heb je wat dingetjes. En dus wij zitten te denken, ja, wat is nou goed voor ons? Hè? Voor de eilanders, wat vinden de Amelanders leuk? Ja. Nou, dan kijk je, nou ja, wat zijn de Amelanders? Nou, dat zijn mensen die dus zitten in beentjes, doen met kunst, video, houden van sport. Hè? Je hebt hier een aantal van die survival bedrijven, kite en surfen. En we hebben hier ook dat Madness Festival, wat natuurlijk helemaal aansluit bij die doelgroep. Dus ik denk van nou, misschien moeten we die kant niet met z'n allen op. Ja. Weet je wel, iets wat meer bij onszelf past als Amelander en als eilander. En nu wordt het vanuit directiekamers, want ik geloof zelfs dat het bedrijf wat dit gekocht heeft, Reizenpad, is onderdeel van Storm Investments. Mm-hmm. En Storm Investments heeft 699 BV's onder zich hangen. Ja. Waar een groep, oh. Dan heb je te maken met gasten die zitten ergens op een boardroom en fuck it. Die gaan helemaal voor het geld. Daarom. En Ameland is natuurlijk, dat zie je ook al in mezelf, jullie zijn ook jong. Ja. En dus je ziet een hele hoop jeugd hier die mij beleven veel te veel in die camera's zitten kijken, in die telefoons zitten kijken. Maar goed, als je ook niet echt iets biedt, dan wordt het natuurlijk ook niet leuker gemaakt voor je. Hè? Laten we daar ook niet meer spannend over doen. Dus waar wij 2 jaar terug hebben een soort ideeënbus, of 1,5 jaar terug, een soort ideeën, konden mensen ideeën opsturen voor dit gebeuren. Mm-hmm. En waar wij zelf als groep naartoe willen, is zeg maar een soort speelplek voor jonge kinderen, maar ook voor jullie leeftijd en ouder. Waar je kan timmeren, bossen, vlotten bouwen. Je kan met elektrische surfplanken hier over het water gaan. En dus je kan ook kijken van nou, hoe kan ik die duizenden kids die op Ameland komen uit alle delen van het land en Duitsland. Hoe kunnen we die weer gewoon ergens gewoon nou ja, lol laten trappen. Ja. En dat is eigenlijk in kort waarom we in ieder geval proberen tegen te houden. Dat we hier nog van meer van die lelijke grote hotels. Ja. En dat is een noodzakelijk kwaad, geeft ook niks, maar dit is genoeg. Ja, begrijp ik, ja. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ja. Je wilt eigenlijk gewoon een verlenging van de huidige speeltuin die hier al is. Nou ja, kijk, dit is al een beetje, niet echt een speeltuin, want er zijn een paar dingetjes staan. Ja. Maar je snapt natuurlijk wel, als je dit gebied natuurlijk een beetje gaat aanpakken met leuke kinetische energietoestellen en je gaat helemaal klimaatneutraal. Ja. Je schopt al die multinationals eruit en je gaat gewoon je eigen frisdrank regelen, je gaat je eigen eten, je kan hier foodfestivals organiseren en je kan hier 2000 man inhouden, dus je kan serieus de concerten gaan geven. Ja. Leuker allemaal als een paar blote billen met witte handdoekjes. Ja. Wil je niet zien? Nee. Laten we eerlijk weten, wil je niet zien? Nee, niet op zo'n mooi stukje grond. Niet op een mooi stukje grond. Nee. Snap je? Dus ja, zo is het ook, weet je wel. En dit is een beetje van aardig komen vrienden van mij. Ja. Dat gehoord inderdaad, er komen nog meer mensen. He? Er komen nog meer mensen. Ja, we laten het protest, want luister, we zitten in een Facebook-tijd, een YouTube-tijd en vlog-tijd. Ja. En dus het traditionele protesteren zoals we dat vroeger deden met spandoekjes en weet ik wat voor flauwekul, dat doen we niet meer. Nee. Dit is voor mij ook een part-time job. Ja. Ik stap s'morgens gewoon bij mijn moeder lekker onder de douche. En ik zeg dan om 10 uur na de koffie, ik ga weer aan het werk. En dan ga ik iedereen. Ja. Nee, bewijs van, snap je? Dus je moet alles wat je doet, moet je gewoon niet te serieus nemen. Nee. En dan ontstaan de gekke connecties. Nee. Niet eerder. Ja, ik ben een echte Amelander. Ja.
Met die ook geboren? Ik ben hier geboren, ja. En dan ben je nou echt Amelander. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, je hebt hier eilanders en je hebt Amelanders. Ja, ik had die documentaire gezien van de Hokjesman. Misschien heeft die gezien. Ja. Ook heel interessant. Daar kom je dus ook al mijn hele leven. Ja, mijn ouders hebben een huisje, mijn oma heeft een huisje daar. Bij die vakantiehuis hier. Ja, maar hoe heet het huisje? De Strandgraper. Is dat die aan de voorste kant en dan op het eind wat? Het is dat zeggen, als je de zwarte bocht ongeveer, kent u dat? Dus de zwarte weg en die bocht waar de bushalte stopt. Ja. Als je daar overheen rijdt, dan ga je de eerste rechts. Ja. En dan heb je ook één huis rechts. Maar jullie zitten op die heuvel, over die heuvel heen in die hoek. Ja, daar. Maar dat is het ook al lang in de familie. Ja, klopt, 50, meer dan 50. Ja, zie je wel. Ja, anders zijn we daarop, want dat weet ik toevallig. Want waarschijnlijk zal ik, want ik heb vroeger Van Heker hier gehad. Mm-hmm. Dat restaurant wat je nu in het dorp zit, was vroeger mijn zaak. Ja. En dus ik heb altijd wel, ook waarschijnlijk wel familie. Want ik weet dat ik heb een aantal keer mensen gesproken die daar in die hoek allemaal huisjes zaten. Dus ik wist ook, en dat zijn meestal allemaal wat families die er al wat langer zitten, zeg maar. Nou ja, dan weten jullie ook wel hoe het verandert. Ja, ik ben hier ook in geweest. Hè, toen ik weet er nu niks meer vanaf, toen ik was heel klein. Ja. Maar het was natuurlijk een leuk zwembad. Maar ook in ons gedeelte natuurlijk allemaal van die grote villa's. Ja. Dat is ook allemaal gewoon niks, vind ik. Ja, en weet je wat het is? Dat hoor ik wel van de mensen die er moeten schoonmaken. Ja. Geld speelt geen rol. Weet je wel? En je hebt hier hele rijke mensen wonen, hoor, geloof me. Maar dat is allemaal cool en dit, weet je wel. Maar je krijgt nu dat Patje P-volk. Wat nu in één keer hip Amelond ontdekt heeft, weet je wel. En dat zijn lui die interesseert niet dat ze 2000 euro'tjes voor zo'n huis moeten betalen. Maar wat ze doen is die leuke, kleine, karakteristieke bungalowtjes weghalen. Ja. Nou ja, ik hoef het je niet uit te leggen. Nee, jullie hebben het zelf ook, hè. Mijn oma heeft er nog voor gevochten. Heeft nog in de gemeenteraad nog een keer gezeten. Dat ze, het gaat een hele kleine dingetjes. Was een pad tussen twee huizen in. Dat was van de gemeente. Maar de was helaas dan wel een eilander of een Amelander. Maar die had ook allemaal van die villa's opgekocht. Ja. En die dacht ik zet er mooi even een mooie duin neer. Want dan ziet mijn vrienden mooier uit. Ja, precies. Ze is wel naar de gemeenteraad geweest. Ze heeft echt allemaal kranten zo. Ja. Mevrouw Niemeyer heeft het aangekocht. Ja, maar dat is de enige weg. Ja, heeft wel gewonnen. Maar dat soort dingen, die gaan maar voor het grote en meer. En weet je, het is met die mensen. Jullie familie zit hier al 50 jaar. Ja. En zo heb je dus heel veel van dat soort families die hier al heel veel jaren zitten. Ja. En we krijgen nu even de korte flits, hè? Want dat is natuurlijk 1 of 2 jaar en dan is er wel weer iets anders populair, weet je wel. Ja. En dan zie ik in één keer wat je ook op heel veel van die vakantieplaatsen, ook in Spanje, zijn allemaal van die lelijkheid. Al die lelijkheid. Je hoopt gewoon, ik hoop dat niet dat het net zo wordt zoals dat je dus een enorme grote overhotels hebt en die dan doorgaat. Nou ja, ik weet bijvoorbeeld dat dezezelfde club die wilde dat kopen, hè? Die daar tussen de duinen, de Boekenier. Ja. Ja. Dat heette vroeger de Terrorist. Dat was gek iets, tot in de jaren 80 heette dat ding de Terrorist. Ja. Maar hij heet nu de Boekenier. Swingmill hebben ze een bot recentelijk op gedaan. Oké, Swingmill. Dus wat er kan gebeuren, theoretisch, nou wat er praktisch gaat gebeuren, als dat gebeurt, is dat de Swingmill dan verdwijnt. Lichtboei, die man wordt steeds grijzer die dat staat te draaien, dus die houdt daar haast mee op. En ja, dan is in één keer heb je geen plek dat meer waar die jeugd van 14, 15 veilig op stap kan gaan. Klopt, ja. Snap je? We zijn allemaal ergens ooit een keer begonnen. Ja. Ik op mijn 13e, zonder mijn ouders het wisten, maar dat is een ander verhaal. Ja, ja. Maar je begint allemaal, heel veel jongelui beginnen te stappen op Ameland. Ja. Ja. He, dus als je dan ook dat weg gaat nemen, jongen, dat is een doodsteek voor de jeugd. Ja. Nou, even, ik heb heel veel plezier gehad aan de lichtboei en in de swing. Ja, natuurlijk. Maar goed, als je dat wegvalt. Maar dan wist je, als je dat ook allemaal weggaat. Ja, dan kom je hier als ouders in. Je hebt kids van 15, 16, 17 jaar. Die wil niet naar Ameland, sodemiet erop. Dus geen fuck te doen. Okay, van die rijke mensen. Die of je hoort, op Ameland heb je een ding waar je huppakee kan. Maar dan ga je dan naar Ameland. Zo gaat dat gewoon. Ja. Snap je? En de rots was vroeger zo'n plek. Dat weten je ouders wel. Mm-hmm. Daarom moet je maar eens vragen, de rots. Ja. Daar moet je aan denken. En dat leggen zij wel uit wat het was. Ja. He, want dat was echt een plek, daar was gewoon 7 dagen in de week. Ja, behalve zondag, dat was een kerkloop. Mm-hmm. Maar 6 dagen in de week had je daar gewoon vermaak. He, van zevenkampen, van allerlei cursussen kon je doen en allerlei dingen kon je doen. Ja. Dus heel veel mensen, en waarschijnlijk ook je ouders wel, grootouders wel, die kennen dat nog omdat ze daar zelf toen waren. Ja. Ja. En wat wij willen is eigenlijk een soort rots 2.0. Ja. Maar dan wel met groene energie, klimaatneutraal, weet je wel. Maar dan niet van die hocus pocus gedoe en moeilijke gezichten. Gewoon bam, boem, die wipwap. Als je dat doet, dan gaat daar een lamp branden.
Weet je wel, dat. Niet te moeilijk. Dan heeft het museum hier ook een heel klein beetje. Ja, nou ja, maar goed, dat, dus ja. Er is al progressie. Ja. Dus als je die ding, en daar zit een paintball ding. Dat klopt. Snap je? Dus, en daar zit een jongen die doet allemaal adventure trainingen. We hebben allemaal jongens hier op kite en surfscholen. Dus als je dan gewoon zegt, fuck it. En je gaat gewoon zeggen, we laten die jongens, dan heeft die aanmelende jeugd, die heeft wat kans. We willen allemaal niet in de horeca, want dat is veel te hard werken. En een paar moe hebben ze hun hele leven zien vergallen erdoor. Ja. Dus die willen, of in die makkelijke baantjes, maar goed, die zul je het ook werk moeten gaan. Ja.